Mijn algemene indruk over de Bond Showcase was eigenlijk heel aangenaam. Ik ben aangenaam verrast. Ik denk dat België heel veel Vlaamse artiesten heeft, maar nog geen zoals deze twee heren. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk dat het in Nederland was. Dat vind ik toch wel heel knap. En dat de teksten zelf geschreven waren. Dat vind ik echt wel heel sterk. Dat doen niet veel artiesten tegenwoordig. Ik heb alle teksten geschreven en eigenlijk ook de muziek. En die is dan gearrangeerd door iemand, door Gerben Hemelsoen. Hoe heb ik dat gedaan? Wel, dat is even zoeken en proberen. Maar je hebt een idee of een thema, of er komt soms ineens een soort van bijna een refreintje in mij op en dan probeer ik dat op te schrijven. En ik schrijf heel veel steekwoorden op, zo van woorden die ik mooi vind of zinnetjes die ik soms hoor. Het voelt als hagel op een warme zomerdag. Het is een helpbuit waar ieder ander lacht. Vaderdag is een cover van Nick en Simon. En onze vaders zijn allebei overleden bij Christophe toen hij heel jong was. Ja, ik was 2 maanden oud en heeft hij een hersenvliesontsteking gehad. Dus ja. Ja, en bij mij in het afgelopen jaar is mijn vader overleden. Hij had kanker. Dat is toch wel een persoonlijk thema en daarmee dat we dat gekozen hebben. Ja, we wouden daar zeker iets voor doen en dus vandaag leek ons perfect daarvoor. Ik heb horen zeggen dat het een concept was, de Vlaamse Nick en Simon zo'n beetje. En ik denk zeker wel dat ze dat kunnen doen. Als ik het nu zie, klinkt goed en de aanpak zit zeker ook goed. Dus waarom zou het niet lukken? Geloof het ook niet, het is plezant. Ik vond het superleuk om te zien. Ik ken Samuel eigenlijk al wel even. En ik had hem alleen nog maar een musical bezig gezien. Dus dat is tof om hem zo ook eens te zien. En het was leuk. Perfect voor een bonte avond. Snap je? Het is een dag waarop de zon zijn zin kwijtraakt. De toekomst voor ons houdt in een single die wij normaal gezien begin januari gaan uitbrengen. Ja. Waarschijnlijk een van deze nummers. En vandaag was een beetje een preview om te testen van hoe reageert het publiek. Maar we hebben wel al een idee van wat dat gaat worden natuurlijk. Ja. De clip, we zijn er momenteel volop mee bezig om te kijken welk nummer het zal worden. En dan ook om daar een script rond te schrijven, zal ik zeggen. Dus die clip die gaat er ook, zeker ook in januari zijn. Is het vaderdag?